Ja, hoor je me? Zie je mij niet? Nee. Op het camera-icoontje een streepje. Oh ja, ja, ja. Kijk, hatsa. Hebbes. Yes. Ja, een beetje saai. Ik ben er nou wel klaar mee. De Funkeneder heet het. Ja, dat is, het is de bijnaam van David Funk. En we wilden eigenlijk al een hele lange tijd, eigenlijk ergens al 2016, wilden we al eigenlijk al een keertje met David Funk samenwerken. Het is er nooit echt van gekomen. En het zou wel een keertje moeten gebeuren, omdat hij ook wel echt in het straatje zit qua muziek, wat wij ook leuk vinden. Echt een beetje die Italo-house-achtige muziek. En David Funk kwamen we ook gewoon vaak tegen op feestjes waar hij aan het draaien was. Of met Oud en Nieuw. Of wel eens met andere door de weekse feestjes waar hij dan moest draaien. En zo zijn we elkaar eigenlijk tegengekomen. En hebben we hem een keer uitgenodigd voor Schrijverskamp. En dat was in Den Dungen. Daar hebben we toen een huisje gehuurd. En zo is de Funkeneder ontstaan. Volgens mij 2018, is al wel weer een tijdje terug, toen we met die plaat bezig waren. Omdat die eigenlijk ook al vorig jaar uit zou komen. Maar in verband met corona, dat het daar nog even op zich laat wachten. Maar zo is het eigenlijk ontstaan. David Funk is echt een Rotterdamse legende. Die draait al zo lang mee in Rotterdam. En hij heeft toen ook echt een hele, ik weet niet zeker, maar volgens mij was het bij Dekmantel of op een festival heeft hij een soort van een legendarische set gedraaid, waardoor hij ook echt veel buiten Nederland ineens is komen te draaien. Ja, echt een goede DJ. Wat zijn bijdragen geweest aan het nummer? Nou ja, hij is ook verantwoordelijk samen met Sean en Georgie voor de productie, waar het nummer ongeveer naartoe moest gaan. En ik ben eigenlijk een soort van later achteraan gekomen, zeg maar, met de tekst. Ik vond de beat, toen ik het hoorde, vond ik het tof. Betekent dat dat het album nu eindelijk uit gaat komen? Het is nog een beetje lastig. Hij zou vorig jaar, 15 mei, zou die uitkomen. Control All Delict. Ja, en die plaat, ja, die hebben we gewoon liggen. Dus die is al gedrukt en die kan zo naar buiten. Maar ja, het is nog wel een beetje lastig wanneer het nog een beetje ongeveer naar buiten gaat komen. En wanneer we naar buiten mee willen treden. Want ja, we willen er wel mee optreden. Maar je zit ook weer een beetje met het ding, ja, je kan het niet laten verjaren, weet je. Het is ook een plaat en we zijn ook weer met een volgend album bezig. Dus op een gegeven moment, kan optreden of niet, ja, zal die toch een keer naar buiten komen. Of dat dit jaar is, ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. Maar dat laat ik ook een beetje aan de andere jongens over. Die hebben daar meer verstand van dan ik. Waar zitten jullie op te wachten om het sein op groen te zetten? Dat we weer gewoon lekker kunnen optreden. En al is het niet gelijk voor 1000 man. Dat we gewoon weer wat kleinere optredens gaan pakken. Ja, dan is het voor ons ook weer leuk om die plaat uit te brengen. Ja, ik dacht, nu die single komt, zo vlak voor de zomer, misschien dat jullie nu de gok nemen. Nou ja, er zijn wel festivaletjes die waar we al een soort van voor geboekt staan. Maar ja, we zijn ook al best wel bekend met het verhaal dat het al voor de 6e, 7e keer weer opgeschoven moest worden. Dus het is gewoon nog een beetje twijfelachtig. Control Alt Delict, wie heeft dat verzonnen, jong? Sean van Beek. Ja, dat was Control Alt Delict. En we vonden het best wel grappig. Ik denk, ja, laten we het Control Alt Delict noemen. En daar is eigenlijk Sean van Beek mee gekomen. En ik vond het wel lekker bekken. We vonden het allemaal wel lekker bekken. Ben je niet bang dat het zo'n ouderwetse term is dat je de Gen Z daar niet in mee gaat krijgen, Jordi? Ik heb geen flauw idee, Wim. Kijk, weet je, ik vind het leuk om daarover mee te denken, om een bepaald thema. Kijk, wij hebben nu echt een beetje gekozen voor een soort van computerachtig thema. Dat hoor je ook wel veel in de producties. Er komen echt veel een soort van
game-invloeden in voor. En ja, weet je, tot zover heb ik mij ermee bemoeid en een soort van ook meegewerkt aan het album. En ja, voor dat soort vragen moet je niet bij me, moet je meer bij John wezen. Helder. Hey, ja, goed. Ja. Hey, bedankt voor je uitleg. Oké. Dag Wim. Hoi.